Hallo iedereen en welkom weer bij Enya en Mark. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik de roost heb gemaakt met Brewster van de eerdere Animal Crossing games. Dit gaat zeker ook weer een goede video worden, dus vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten en een reactie met wat jullie vinden van deze build. Eerst heb ik een plek gemaakt van 10 bij 7 diep. Dit doe ik met een ondergrond omdat ik vind dat de tegels dan net wat mooier uitkomen. Deze twee kleuren tegels heb ik zelf gemaakt en zijn gebaseerd op de echte Roost tegels. Deze kan je van mij downloaden en hiermee heb ik om en om het hele stuk bedekt. Vervolgens gaan we beginnen met de bar neer te zetten en wat tafels en stoelen. Zo hebben we ook een beetje de algemene indeling gemaakt. En dan wordt het tijd om een beetje te beginnen met de voorkant van de roost. Ook deze panels heb ik zelf ontworpen. Voor ik deze verder ga afmaken wil ik toch eerst eventjes de details toevoegen van het interieur. Om zo ook echt het gevoel te geven dat je hier een lekkere warme koffie kunt halen. Vervolgens zet ik de stalls neer en schuif ik de panels hier tegenaan. En zet ik nog wat kleine dingetjes buiten om het nog wat aan te kleden. En I love dit, dat het ook echt gewoon een koffiekrijtbord is. En zo was het eigenlijk al klaar. Tot ik ineens nieuwe inspiratie kreeg. Namelijk vind ik het ook een tof idee om het wat uit te breiden. De roost werd namelijk ook dé plek waar muziek gespeeld kan worden. En hier is natuurlijk nog meer ruimte voor nodig. Zo ben ik nog eens 4 dieper gaan graven. Waardoor het in totaal 10 breed en 11 diep wordt. De linkse kant kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een keuken. Maar ik ga er een soort geldopslag van maken. En de rechtse kant is het stuk waar al muziek gaat komen. En zo kon ik ook nog achter de bar wat panels toevoegen. Waardoor het echt als een bar eruit ziet. En natuurlijk een kleine deur. De plek waar muziek gespeeld gaat worden, moest meer het idee krijgen van een podium. Dus ik heb de vloer vervangen met een houtdesign en vervolgens alles erop neergezet. En toen was het geheel klaar en konden we Brewster introduceren met zijn nieuwe koffiebar en de lichten eindelijk aanzetten. Na al dat werk was het voor mij ook tijd om een lekkere koffie te drinken en te genieten van het eindresultaat van deze roost build. Bedankt voor het kijken en laat zeker eventjes een duimpje omhoog achter en vergeet niet om te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Tot ziens!